De maand Ramadan is een maand waarin moslims vasten. Dat weet denk ik iedereen wel. Alsnog is er best wel veel onwetendheid over. Mensen denken dat Ramadan alleen maar is om te weten hoe het voelt. Als je honger lijdt eigenlijk. Dus ook meeleven met de armen. Gedeeltelijk is dat ook wel zo. Maar het staat meer voor bezinning en tot rust komen en een band creëren met je schepper. Dus je ontdoet je van eten en drinken. Je mag dat niet meer consumeren. Daardoor is je zelfdiscipline wordt vergroot en je kan werken aan je slechte punten in je karakter. De islam die kent vijf zuilen. Dus eigenlijk vijf punten waar het om draait, om het even zo uit te leggen. En het vasten is de vierde zuil. Dus dat is heel belangrijk. En als jij verder als je niet zwanger bent, geen lichamelijke klachten hebt, waardoor het vasten een belemmering kan zijn, ja, dan is het voor jou verplicht om gewoon mee te doen aan de Ramadan. De eerste keer dat ik mee mocht doen aan de Ramadan, of dat ik mee wou doen aan de Ramadan, is denk ik toen ik een jaar of 8 was, geloof ik. Ik vond het best wel lastig, want het was vaak in de zomerperiode, dus ik had ook wel zin in een lekker ijsje als je buiten bent en je hebt een zwembadje in je tuin. Maar zo heb ik het wel eigenlijk geleerd en langzamerhand een beetje opgebouwd. Ik vind het heel belangrijk om verbonden te zijn met mijn familie en al helemaal in de Ramadan. Omdat het gaat natuurlijk om ja, familie, warmte, dat zijn allemaal aspecten die er gewoon bij horen. Ja, het suikerfeest, of tenminste dat is de Nederlandse term ervoor, vind ik altijd wel grappig dat het suikerfeest heet eigenlijk. Het heet bij ons Eid al-Fitr, dat betekent letterlijk eigenlijk een klein feestje. Dat is eigenlijk de afsluiting van de Ramadan. Dus in die dag mag je ook niet vasten, dat is je eigenlijk verboden om te vasten, want je hebt de hele maand al gevast. Ja, en je viert gewoon weer ja, de afsluiting, dat je gewoon weer mag eten, mag drinken. En het draait allemaal om gezelligheid, familie, warmte. Wat andere mensen van de islam kunnen leren is dat de islam eigenlijk gewoon een religie van vrede is. Dus sowieso moet je iedereen met respect behandelen. Of het nou een andere moslim, een andere christen of iemand van de LHBT community is. Dat maakt helemaal niet uit, want iedereen is uiteindelijk gewoon gelijk.